De rehabilitatiewerkzaamheden van het Saramacca-kanaal moeten in het tweede kwartaal van 2021 van start gaan. Dit is wat het ministerie van OWTNC beoogt. Dit project werd op woensdag 25 september in het Ramada Hotel gepresenteerd. Dit project is eigenlijk vanaf 2014 begonnen. En nu zijn we zover om eigenlijk in de uitvoering te stappen. Het Saramacca-kanaal is belangrijk voor de afwatering van Paramaribo, Wanica en delen van Saramacca. En met dit project beogen we om dat in eerste instantie te verbeteren, maar ook de scheepvaart. Dat de scheepvaart beter is en dat het kunnen binnen uitvaren van het Saramacca-kanaal verbeterd wordt. Onderwatering is een samenhang van alles. En het begint vanaf je dakgoot tot naar het Saramacca-kanaal en de Suriname-rivier. Dus met dit project beogen we wel het Saramacca-kanaal. En als alles goed functioneert, gaat de pijl in het Saramacca-kanaal verlaagd worden, waardoor er veel meer water naar het Saramacca-kanaal kan stromen. En die sluizen zullen ervoor zorgen dat het water sneller de rivier in kan, waardoor het water sneller stroomt. Maar als, net als ik eerder had gezegd, als je duiker voor je huis niet schoonmaakt of in je erfput verstopt is, dan gaat het water niet werken. Dan heeft dit project niet. Dus een deel van de burgerij moet daarop letten dat waarvoor zij een plicht hebben om te onderhouden dat ze dat ook doen. Ja. Zijn we bezig met de aanbesteding van de engineering firms die dan het project voorbereiden, technisch voorbereiden, omdat de Wereldbank specifieke eisen heeft voor project bestekken en alles. En in de tussentijd moet de consultant gaat ook hearings moeten houden met alle stakeholders weer om het project volledig uit te voeren. Er gaan met vooral bewoners van en langs het kanaal afspraken gemaakt moeten worden voor, ten aanzien van wat in het bestek komt qua uitvoering. In welke periode misschien wel of niet gewerkt mag worden. Al die zaken moeten meegenomen worden. Dus mensen gaan, en daarvoor is er een projectcommittee die in het leven geroepen, die gaat een soort klankbord worden voor het project, waar men centraal informatie kan inwinnen en inlichtingen kan doen. Het totaalproject is voor 5 jaar, dus tellende vanaf februari van dit jaar, 5 jaar tot december. Maar het Saramacca-kanaal zelf, uitvoering daarvan, denken we dat ongeveer 2,5 jaar zal duren. Dus als we vanaf januari volgend jaar tellen, moet het in het derde kwartaal 2022 afgerond zijn. Wat Paramaribo betreft, zijn de resorten Centrum, Beekhuizen, Tamenga, Flora, Latour, Pontbuiten en Livorno totaal afgestemd wat ontwatering betreft op de Saramacca-kanaal. Dat moet plusminus 50 vierkante kilometers aan verzorgingsgebied met zich meebrengen. We vergeten natuurlijk ook niet dat wanneer we praten over het district van Wanica, dat daar natuurlijk ook grote delen zijn afgestemd op het ontwateringskracht van de Saramacca-kanaal. Te weten, de resorten Saramacca-Polder, Kwarasan en Nieuwegrond, die plusminus een 137 vierkante kilometer zouden moeten bestrijken. Maar ook het district Saramacca maakt goed gebruik van onze kanaal, waarbij dus Yarikaba en een deel van Groningen, Wayambo, etc. plus minus 800 kilometer ontwaterd via de Saramacca-kanaal. The World Bank is one of the leading organizations in the international development. As you know, it supports more than 180 countries in addressing their key development priorities, be they in infrastructure, social sectors, or public finance. It also supports countries on their way to become more resilient towards external shocks. The Republic of Suriname is not a new player on the international development arena, but its engagement with the World Bank is rather fresh and just evolving. The country partnership framework that governs this engagement is highly selective and has two strategic results areas: reducing vulnerability to floods and improving governance and investment climate. The Saramacca Canal System Rehabilitation Project is a cornerstone for the implementation of Results Area 1. De rehabilitatie heeft een enorme lange voorbereidingstijd gekend. Zeker ook vanwege de milieutoetsen van de Wereldbank is daar veel tijd in gaan zitten.
de stakeholder-analyses, opgezocht door de heer Mohan. Bij deze projecten zijn ook van zeer groot belang. Ook met de bewoners en bedrijven die langs het kanaal activiteiten uitvoeren, moet daar tegen rekening worden gehouden. Studies hebben de effecten van klimaatverandering in Suriname niet aangegeven en van tijd tot tijd is dat ook te merken met de hevige rukwinden en zware regens waarmee wij de laatste tijd te kampen hebben. Reden te meer om een goed afwateringssysteem in place te hebben. Het Wereldbankteam heeft daarom bij de voorbereiding veel aandacht besteed aan flood risk management via technische assistentie, trainingen en ook onderzoek. Naast de infrastructurele investeringen voor de verbetering van het Saramaka-kanaal zal ook aandacht geschonken worden aan capaciteitsversterking binnen de overheid met betrekking tot beheer en onderhoud van het kanaal. Specifiek omvat het project de componenten verbetering van de drainage-infrastructuur voor 29 miljoen, twee versterking Saramaka-kanaal water management system voor 3 miljoen, emergency response 4 miljoen en project management voor 2,5 miljoen. We praten over een enorm project met zoveel stakeholders. Ik denk dat de climate impact heel goed moest worden ingeschat. De milieustudies die moesten worden gedaan. En daarnaast natuurlijk de communicatie met de stakeholders, dat heel erg belangrijk is. En schoon het wat lang duurt en wij heel snel van start willen gaan, dat verzekert toch wel dat het een grondige basis heeft. En daar zijn we heel erg blij om. Ik zei het van, wij van Financiën leren heel veel van deze instellingen. Ik denk OETC ook in dit hele proces helpt ons richting andere projecten die we willen doen, zodat er niet meer in het project problemen ontstaan met buurtbewoners of met gebruikers, dat ze niet op de hoogte zijn gesteld, dat ze niet weten waar het wordt gedaan, etc. Dus dat komt. En daarnaast zijn er natuurlijk de administratieve afhandelingen voordat er tot een loonagreement komen, dat alles consistent is met alle wetgevingen van ons. Geen enkele internationale instelling wil zich binnen iets dat tot een conflict of tot een rechtszaak gaat leiden, want dat is allemaal tijd en imagoverlies. Dus het heeft even geduurd, maar we zijn eindelijk zover. De technische kant is volledig in handen van OETC. Er was eerder opmerking over dat van Suriname Rivier. Voor mij is het belangrijk alleen het financiële aspect natuurlijk. OETC, mijn collega, handelt alles verder tijdens af. Maar beide wachtprojecten zullen heel snel van start gaan.